Het nijenklavertje. Eén patroon, twee verschillende uitvoeringen, een effen versie en één met een rood blaadje. En ik heb er ook nog een lieveerspeesje bij gemaakt. Ik ga jullie in dit filmpje laten zien hoe ik deze maak. Wat heb ik gebruikt? Rood en groen katoen. En zwart katoen, maar daar heb je maar heel iets van nodig. Een restje om het lieveheersbeestje te maken. Voor degene die willen weten wat voor katoen ik gebruik. Ik gebruik Catania katoen. Het kleurnummer van de groene is 0241. Het kleurnummer van de rode is 0115. 125 meter op een bolletje. Hij is al flink geslonken. En het is geschikt voor haaknaal 2,5, 3,5. Wat heb je verder nog nodig? Ik gebruik een haaknaald nummer 3. En een naald met het liefst een stompe punt. Om de draadjes weg te werken. En een schaartje. We gaan gauw aan de slag. Ik ga mijn best doen om alles zo goed mogelijk in beeld te brengen en uit te leggen. Ik hoop dat het me lukt. We gaan het zien. Ik doe mijn best. We gaan beginnen met een magische ring. Ik laat even zien hoe je die maakt. Mocht je dat nou absoluut niet lukken, dan kun je dus ook een ring maken met 4 lossen. En die sluit je in de eerste lossen met een halve vaste. De magische ring, je pakt het uiteinde van je draadje in je hand. Ik leg hem over mijn vinger. Aan de achterkant naar beneden toe. De voorkant schuin omhoog. En ik stop het draadje even tussen mijn ringvinger en mijn middelvinger. Het ziet er zo uit. Dan pak je je haaknaald. Je steekt de haaknaald onder het rechte pootje. Onder het rechte draadje. En met je haakje pak je het linker draadje onder de rechter door. Trekt hem iets naar boven. Je draait hem. En je pakt de werkdraad die naar je bolletje gaat. En die haal je voorzichtig door het lusje op je haaknaald. Dat is de magische ring. Dit is het uiteinde van de magische ring. Die laat je hangen. Je hebt hier zo aan de bovenkant 2 draadjes. Aan de onderkant 1. En je gaat over deze 2 draadjes nu heen haken. We beginnen met 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En haak deze lossen niet strak. Want dit wordt de basis voor je blaadje. En daar komen straks nog in de tweede toer een heleboel steken bij. En anders passen die er niet allemaal in. Vervolgens ga je een halve vaste haken in de magische ring. Je steekt je haaknaald erin. Je haalt je draadje omhoog. En door het lusje op je haaknaald. Dat is een halve vaste. Nu is de basis voor je eerste blaadje klaar. We moeten er nog 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je steekt weer in de magische ring, haalt je draadje omhoog en door het draadje lusje op je haaknaald. 1, 2, 3, 4, 5. Steek de naald door de magische ring, lusje omhoog en meteen door het lusje op je haaknaald. 3, 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Steek de naald in de magische ring. De werkdraad omhoog halen. En door het lusje op je haaknaald. Nu heb je de basis voor 4 blaadjes gehaakt. Nu gaan we eerst het steeltje haken. Daarvoor haak je 11 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
dan gaan we een half stokje maken. Je slaat de draad om en in de tweede losse vanaf je haaknaald. Dit is de eerste. Dat is de tweede. Je steekt de naald in je lusje. Haalt de draad omhoog. Je hebt 3 lusjes op je haaknaald. En je haalt in 1 keer de draad door. Dat is een half stokje. Dan gaan we 3 vaste maken. Je steekt de naald in je lusje. Haalt de draad omhoog. 2 lusjes op je haaknaald. En je haalt de draad door. Nog 2. Insteken, draad ophalen. Door 2 lusjes. Insteken, draad omhoog. Door 2 lusjes. Dat waren je 3 vaste. Nu gaan we halve vaste haken tot aan het begin van de losse ketting. Je steekt de naald in, je lusje. Draad omhoog en meteen door het lusje op je haaknaald. Insteken, draad omhoog, meteen door het lusje op je haaknaald. En zo werk je naar het einde van die losse ketting. Je steeltje is nou klaar. Nu gaan we nog een halve vaste maken in de losse ketting om het steeltje vast te zetten. Steekt in de ring, draad omhoog en meteen door het lusje op je haaknaald. En die magische ring, die kun je dus wat kleiner maken. Daarvoor trek je voorzichtig aan het touwtje. Aan dit gaatje, zeg maar. En je kunt zien dat hij nu wat kleiner is geworden. Dit draadje, dat doe je nu naar de rechterkant. Daar moet je niet overheen haken. Want anders kun je straks de magische ring niet meer goed aantrekken. Nu gaan we naar het eerste blaadje. Die heb je dus hier. Hier zit de ruimte tussen die lossen. En we gaan in deze ruimte haken. Niet in de lossen, maar in die ruimte van het blaadje. We gaan eerst een halve vaste maken in die ruimte. Steek de haaknaald in. Je haalt je draadje omhoog. En je haakt er meteen door de lus op je haaknaald. Dan doe je een losse. We gaan een vaste maken. De naald insteken. Draadje omhoog. 2 lussen op je haaknaald. En doorhalen. Een half stokje. Insteken. Draad omhoog. 3 lussen op je haaknaald. En in 1 keer doorhalen. Nu gaan we 3 stokjes haken. Je hebt je draad omgeslagen, steekt in die ruimte, draad omhoog, door 2 lusjes, door 2 lusjes. Draad op je omslaan, in die ruimte, draad ophalen, door 2 lusjes, door 2 lusjes. Nog 1 keer, insteken, draad omhoog, door 2 lusjes. Door 2 lusjes. En een losse. Nu gaan we de steek iets opschuiven. Want hier moet er ook nog een aantal in. Dus je pakt met je ene hand de steken van de losse vast. En met de andere trek je een beetje die steken opzij. Kijk, dan krijg je weer een heleboel ruimte. We gaan een halve vaste maken. Steek de naald in die ruimte, draadje omhoog en door het lusje op je haaknaald. En een losse. We gaan weer 3 stokjes haken. Draad omgeslagen, in die ruimte, draadje ophalen, door 2, door 2. Nog een keer, door 2, door 2. Omslaan. Insteken, draadje omhoog, door 2, door 2. Een half stokje.
draad omslaan in die ruimte, draadje omhoog, 3 lusjes en in 1 keer doorhalen. Nu nog een vaste, steek in, draadje omhoog, 2 lusjes en in 1 keer doorhalen. Nu gaan we naar de magische ring. Dit is dus het blaadje, dit is de ruimte van je volgende blaadje en dit is de ruimte van de magische ring, die loopt hier. Hier zie je die halve vaste die je in de eerste toer met de losse ketting gemaakt hebt in de magische ruimte. En daar ga je een halve vaste overheen haken. Je steekt in de magische ring, je haalt je draadje omhoog en door het lusje op je haaknaald. En als je een halve vaste hebt gehaakt, dan mag je gerust die draad aan de achterkant een beetje aantrekken. Dan gaan we naar het tweede blaadje. We steken in. Draad omhoog. En door het lusje op je haaknaald. En een losse. Een vaste. Een half stokje. 3 stokjes. Eén. Twee. Drie. En een losse. Steken opschuiven. Een halve vaste. Draadje omhoog. Meteen doet het lusje op je haaknaald. 1 losse. Zo, nog iets op. Nu weer 3 stokjes. 1. 2. 3. Een half stokje. En een vaste. En een halve vaste in de magische ring. Zo. Dan heb ik de eerste 2 blaadjes gehaakt. Jullie hebben kunnen zien hoe ik dat deed. En alle 4 de blaadjes zijn hetzelfde. Dus daar kunnen jullie mee verder. Ik heb alvast 4 blaadjes gehaakt. Dan laat ik zien hoe ik het laatste blaadje afmaak en de draadjes afwerk. Maar anders wordt de video zo verschrikkelijk lang. En zo moeilijk is het niet. Ik heb hier de laatste vaste gehaakt. Even kijken. Was het toch een vaste? Ja, dat was een vaste. Dus ik maak nog even die vaste overnieuw. En dan doe ik de laatste halve vaste voor het steeltje in de magische ring. Ik haal meteen het lusje door met de lus op mijn haaknaald. Ik haal de draad nog 1 keer door. En je kunt hem afknippen, dat heb ik al gedaan. En dan heb je dit. Ziet een beetje vreemd uit, maar het komt goed. Je brengt de blaadjes een beetje in model met je vingers. Dan ga je eerst naar de achterkant. Hier heb je het uiteinde van de magische ring. Die komt hier uit. Deze steek, die loopt hier zo rond. Je pakt die blaadjes tussen je vingers en met je andere hand trek je voorzichtig aan het draadje. Zie, en dan kun je zien dat die ruimte kleiner wordt. Je hoeft hem nog niet helemaal strak aan te trekken.
Dat doen we zo. Leg dit draadje even aan de kant. Dan gaan we eerst het draadje wat ik net afgeknipt heb, gaan we eerst afwerken. De draad door de naald. Ik wil nog graag dit laatste blaadje en het eerste blaadje aan elkaar verbinden. En daarvoor ga ik naar het steeltje en het eerste blaadje. En daartussenin zit een halve vaste. Daar steek je de naald doorheen. En je haalt de draad er doorheen. Nou zitten die aan elkaar vast. Dan ga je naar de achterkant. Ik steek nog even een beetje door de steken van het steeltje en je blaadje. Je haalt de draad er doorheen. En dan ga je dit draadje afwerken. Ik hoop dat ik het allemaal goed in beeld breng, want ik ben zo geneigd om uit beeld te kruipen. Het ziet er misschien een beetje raar uit met een dat ik met deze hand aan het wegnaaien ben. Maar ik ben dus linkshandig. Overal mee, behalve met haken. Het ziet er raar uit, ik weet het. Dat vind ik ook altijd als ik het een ander zie doen. Maar goed, ik kan niet anders. Maar het haken gaat prima met rechts. Nou, het draadje heb ik een paar keer weggestoken. Dus die kan ik nu afknippen. Dan hebben we nog het draadje van de magische ring. Je neemt de voorkant. En aan de achterkant trek je de magische ring vast. En hou die blaadjes een beetje tussen je vingers. Dat ze niet weer helemaal aan elkaar gaan vergroemelen. Kijk, er zit nog een heel klein gaatje. Moment, mijn naald is op de grond gevallen. Ik heb hem weer. Dat kan gebeuren. Maar ik heb geen professionele apparatuur. En ik weet ook niet hoe ik moet editen. Dus af en toe dan kan er wat misgaan. En dat blijft gewoon in het filmpje. We zullen het maar zien als een blooper. Dit draadje dat komt uit deze steek. Die magische ring die loopt dus hier zo rond. En ik ga het draadje ook in die richtingen wegsteken. Gewoon een paar keer heen en weer, zodat het draadje niet meer los kan gaan. En vast is vast. Dan knip je het draadje af. En hij is klaar. Het naaienklavertje. Wil je nou een klavertje maken met een rood blaadje eraan? Ik heb hier al wat voorbereid. Het is een andere kleur groen. Maar ik had niet zo heel veel meer van die andere kleur. Dus ik dacht, nou ja, hiermee lukt het ook wel. Ik heb nu 3 blaadjes gehaakt. En ik heb een half stokje gemaakt. In het derde blaadje, dus ik moet nog een vaste. Het draadje van de magische ring niet meehaken. Ik maak een vaste. En dan knip ik mijn draad af. Ik haal de draad doorheen en die leg ik hier even naar voren toe. Dan pak ik het rode katoen erbij.
Dit is de magische ring. Die halve vaste, die hoort dus bij dat derde blaadje. En ik steek nu dus in de magische ring. Ik pak de draad erbij. Ik haal de draad naar boven. En aan de achterkant hou je even dat rode draadje vast. En je zet zo je draadje vast. Dan ga je naar het laatste blaadje toe. Je steekt weer in die ruimte. En je maakt een halve vaste. Nu zit dit blaadje ook vast. Ik ga over mijn rode draadje heen haken. Dan hoef ik die straks niet meer weg te naaien. Die leg je aan de achterkant neer. Je steekt in die ruimte van het blaadje. Het draadje ligt er overheen. Het korte draadje. Je haalt de draad naar boven. En je maakt een vaste. En een half stokje. Drie stokjes. 1. 3 en een losse. Ik schuif even de steken wat op. En ik trek even een beetje aan dit draadje. Een halve vaste. En in principe is dit blaadje hetzelfde als die andere blaadjes. Het is alleen even de manier waarop je af en aan hecht. Een losse. 3 stokjes. 1, 2, 3, een half stokje en het steeltje gaat nu een beetje in de weg zitten, dus die pak ik maar even een andere hand vast en een vaste en daarna ga je nog met een halve vaste in de magische ring draadje omhoog en je haalt hem door het lusje op je haaknaald. Dan kun je deze draad dus ook afknippen. Even kijken, dit is het draadje. Ja, dan nog 1 keer door de lus op je haaknaald. Nee, dat is het verkeerde draadje. Dit draadje moet ik hebben. Nou, dit patroon dat staat ook beschreven bij de bestanden. In de groep van haken tegen kanker. Daar staat alles nog een keer uitgelegd. Dus mocht je dat makkelijker vinden of even terug willen kijken, kun je daar dus ook de info vinden. Nu gaan we eerst de magische ring een beetje aantrekken. Hetzelfde als bij het andere blaadje. Voorzichtig even een beetje trekken, zodat de ruimte iets kleiner is. En dan haal ik eerst even het draadje wat ik dus net afgeknipt heb, deze. Die haal ik door de magische ring met mijn haaknaald naar de achterkant. En het groene draadje wat bij het derde blaadje zit, die haal ik ook door de magische ring. Naar de achterkant. Het begint galop te lijken. En dan gaan we de eerste rode blaadjes, de draadjes wegwerken. Ik kan het niet goed zien welke of ik nou weggehaakt heb. Dus ik werk ze allebei nog maar even af.
de draad in de naald en ik steek een paar keer naar boven. Maar in principe komt hier geen spanning op te staan, dus je hoeft hem echt niet heel ver weg te halen. 2 of 3 keer is voldoende. Dan gaat hij echt niet meer los. Dat is je eerste rode draadje. Het tweede rode draadje. Die werk ik ook op die manier. Als het andere draadje weg. Meestal doe ik 3 keer. Knip het draadje af. We zijn er bijna. Even kijken welke draadje is die ik nu eerst moet hebben. Dat is deze. Die is van het derde blaadje. Als je daarop trekt, zie je dat die naar beneden komt. Even goed aantrekken. Je houdt even je blaadje vast. De naald erbij. Ik steek maar onder het rode draadje door. Maakt niet zoveel uit. En hier ga ik naar boven. En nu nog het laatste draadje van de magische ring. In de naald. De magische ring even goed sluiten, want hij is nog niet goed gesloten. En ik vind het goed zo. En je naait naar die kant weg. Die magische ring loopt zo. Naai het draadje. Naai ik nu zo in de richting van de klok mee. En ook een paar keer heen en weer. Zo. Een effen klavertje en een hartje. Even kijken hoeveel ruimte of ik nog op mijn telefoon heb. Ga ik dat nog redden? Ik ga het niet meer redden om het lieve heersbeestje in deze video uit te leggen. Daar maak ik nog even een apart filmpje voor. Alvast heel veel succes. Ik hoop dat alles goed in beeld gekomen is. En dat jullie wat aan het filmpje hebben. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het heel graag. Ik wens jullie heel veel succes. En tot het volgende filmpje. Doei!